De prognose van gezondheidsminister Elmer Ramadien is uitgekomen. De Omicron-variant van het gevreesde COVID-19-virus is in Suriname vastgesteld. De minister had eerder aangegeven dat er sterke indicaties waren dat de Omicron-variant al in Suriname was. Wat er bovenop is gekomen is die Omicron, waarbij in de hele wereld Omicron al in meer dan 90 landen is opgedoken. Op de wijze zoals die besmetting nu plaatsvindt en de manier hoe we zien in stijgingen, heel abrupt en heel hoge stijgingen, dan is de indicatie en het vermoeden wel aanwezig dat we te maken hebben met de Omicron-golf. Dus het is natuurlijk een vervelende situatie, omdat elke besmetting natuurlijk weer kan leiden tot meer besmettingen. En nu is onze R 8 punt zoveel. Dat betekent dat 10 personen in staat zijn om 80 besmettingen te creëren. Dus we moeten daar goed op rekenen. Wat ik wil aangeven hier, advies is, als je positief bent, of je hebt, laten we zeggen, als je klachten hebt, moet je testen. Als je positief getest bent, dan moet je je gelijk isoleren. Want elke besmetting of elke besmette persoon kan weer zoveel andere besmetten. Ramadien voorspelde dat er een Omicron-golf zou komen die razendsnel zou toeslaan vanwege de onverantwoordelijke houding van delen van de samenleving. De resultaten van de laatste samples die voor analyse naar Nederland waren gestuurd zijn inmiddels binnen en daarmee is bevestigd dat de Omicron-variant in Suriname is. Het Nederlandse laboratorium van de Erasmus Universiteit in Rotterdam helpt Suriname kosteloos om onderzoek te doen naar nieuwe varianten van het COVID-19-virus. Het COVID-dashboard geeft aan dat gisteren 1009 personen positief zijn getest.